organisatie in de categorie jeugdsporters. En zijn naam is Johan Klooster. Hij is goed in steppen. Kom, we gaan op zoek naar zijn huisnummer. Hij haalt toch nummer 1? 1. Dan heeft hij vast vaak de eerste plaats gewonnen. Ja! Hallo? Ben jij Johan? Ja. Maar dit is een fiets, geen step. Klopt. Dan hebben we een verrassing voor je. Oké. Okay. Zo. Oh, wat leuk. Genomineerd. Waarom denk je dat je genomineerd bent? Omdat ik geen idee eigenlijk. Omdat ik wel op wedstrijd heb gewonnen en zo, met sport. Ik ben 2 keer Nederlands kampioen geworden met steppen. En 1 keer wereldkampioen met een team. Heb je nu ook een step toevallig? Ja, die staat in de garage. Welke step vind je zelf het fijnst? Deze, mijn eigen step. Het is gewoon heel simpel. Het is gewoon eigenlijk net als een normale steppen. Dan heeft deze iets grotere wielen. Eerst willen we graag dat je het voordoet, want ja. We weten echt niet hoe het is met die. Ik denk dat ik het ga. Ja, zelf. Je kan hier gewoon vasthouden met jou. Komt ze nog wel veilig terug? Past wel. Ja, dat denk ik. Dit lijkt me wel wat. Ja? Ja, pak hem maar in. 7 maart worden de winnaars bekendgemaakt. Kom kijken in de Stadsgehoorzaal.